De schriftlezing vindt u zometeen in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie van Lucas, het 23e hoofdstuk, en daarvan willen we met elkaar lezen de versen 20 tot en met 31. En het tekst wordt als uitgangspunt genomen voor de prediking, is het 28e vers. Dus Lucas 23. De versen 20 tot en met 31. Pilatus dan riep hen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar ze riepen daarentegen, zeggende: kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en de overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet dan los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat wilde zeggen dat lange gedeelte op zijn schouders, dat dit achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben, de borsten die niet gezoogd hebben. En als dan zullen zij beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Tot zover de schriftlezing. Ons tekst wordt gezet boven de prediking, Jezus' laatste openbare prediking. Dus de laatste prediking die Jezus openbaar gehouden heeft tot het volk Israël, ofwel tot het volk van Jeruzalem. Jezus' laatste prediking. En het spreekt ons in de eerste plaats van niet wenen over hem, en in de tweede plaats maar wenen over uzelf. Jezus' laatste prediking spreekt van niet wenen over hem, maar wenen over uzelf. Jezus' laatste prediking spreekt van niet wenen over hem, maar wenen over uzelf. En denk, jongens en meisjes, dat jullie dat woord wel kennen. Wenen, huilen, hè? Huilen. Wie heeft er wel eens niet gehuild? Het begint het al heel klein. Ik zei in Achterberg eens een keer zo tegen de kinderen: jullie weten wel, een baby kan helemaal niets, hè? Een baby kan niets. En toen zag ik een jochie zo heel onrustig heen en weer bewegen. En toen keek ik hem zo aan en ik zei: nee joh, een baby kan niets. En er was een paar weken daarvoor een baby geboren. En toen zei hij zo heel hard door de kerk heen: ja, huilen. Dat was duidelijk, daar begint het mee. Geboren wordt begin met huilen. En er zal niet één mens op de aarde zijn die niet eens gehuild heeft bij zijn geboorte, anders is het niet goed. En die in zijn leven niet eens gehuild zal hebben. En weet je wat de Heer nou ook in de Bijbel zegt? Als je nou een nieuw hartje krijgt, dan huil je nog een keer. Dat je de Heer zoveel verdriet gedaan hebt, dat je zoveel zonde gedaan hebt, dan is het ook dat dat gebeurt. En dan is het dat de Heer Jezus erop wijst, ook vanmorgen, dat ze nou huilen om de Heer Jezus. En waarom huilden ze om de Heer Jezus? Ja, het was zo zielig, hè. Het was zo zielig.
En er zijn nog een heleboel die vinden dat maar zielig. De Passion, het is allemaal mijn zielige vertoning. Zielig allemaal, hè. Maar is dat bij de Heer Jezus zo? Is het dat de Heer Jezus zich zo zielig gevonden heeft, lieve kinderen? Hij wilde dat. Hij wilde dat. Hij had wel kunnen vragen om een legioen engelen. Nou, dan hadden ze niets meer tegen begonnen, maar dat deed hij niet. En waarom wilde hij dat? Omdat jij en ik zalig kunnen worden. Omdat we een nieuw hart zouden kunnen krijgen. Omdat we voor God zullen kunnen bestaan. En daarom, lieve kinderen, hebben we de Heer Jezus zo nodig. Daarom is het ook zo mooi dat juist ook in deze lijdenstijd, naar Pasen toe, we mogen weten dat hij dat om ons, om jou en mij wilde doen. En daarom de vraag, heb je hem nou nodig gekregen? Heb je misschien wel zo in de stilte van je slaapkamertje gehouden, heren? Nou heb ik u zoveel pijn gedaan. Maar wilt u toch mijn herder zijn? Wilt u toch me zalig maken zijn? Wilt u maar geven dat tot eer van u mag leven? Zou je erom bidden? Juist als je jong bent. Om te bidden dat de Heer je voor je zal zorgen. Dat de Heer je zal leiden. Zou je doen? Gemeente, daar zien we de stoet gaan. De zwaarste misdadiger voorop. Want dat was de gewoonte. Kruishout op de schouders gebonden. Armen eroverheen. En dan gingen ze gebukt onder dat kruis. Gingen ze die weg naar de kruisheuvel toe. Barabbas voorop. De zwaarste misdadiger. Ik hoor jullie kinderen al denken, dominee vergis zich. Want Barabbas was toch vrijgelaten, of niet? Barabbas was vrijgelaten, ja. Maar Barabbas betekende zoon van de vader. En deze Barabbas was die vrijgelaten was een zoon van een priester. Maar hier voorop ging ook Barabbas, de zoon van de vader. Treffend is dat. Daar staan we niet bij stil, maar gemeente dat zo ook hier in dit gedeelte de Heer laat zien dat plaatsvervangende voor een Barabbas, geeft God nou ook een Barabbas. Die in die plaats voorop wilde gaan. En die niet maar alleen tot de misdadigers gerekend wilde, maar ook de zwaarste misdadiger daartoe wilde zijn, dat plaatsvervangende, dan gaan ze schokken voorwaarts naar Golgotha toe. Het gaat niet erg snel. We zeiden al dat kruis op de schouders, het slepende gedeelte over de grond achter zich aan. De soldaten hadden er niet zo moeite mee, ze moesten toch de hele dag daar verkeren, maar er was er één die had wel moeite ermee. Dat alles niet op tijd zou geschieden. Jongens en meisjes, weten jullie wie? Gemeente, weten wie? God. God had haast. Hoezo dat wel? Dat moet u maar lezen in de tempeldienst, dat de tijden in het Oude Testament voorzegd zijn, waarop alles met Christus moest plaatsvinden. 6 uur de keuring van het lam. En 9 uur moest het lam geslacht worden. Dus God had haast dat om 9 uur 's morgens het lam op het kruishout geslagen zou worden. Als in het tempel het lam, weet je, op het brandoffaltaar gelegd zou worden. En zo trekt die stoet verder. En dat God haast heeft, wordt, en we staan er vanmorgen verder niet bij stil, dacht ik in het verleden wel een keer hier ook over gepreekt had, wordt de Simon van Cyrene gedwongen om dat kruis wat over de grond sleept op zich te nemen. Het wordt op zijn schouders gelegd om het achter Jezus te dragen. Kijk, nou kan men sneller voorwaarts. Het kruis drukt nog wel zwaarder op de schouders van Jezus. Maar om 9 uur moet hij op dat kruishout genageld worden.
En dan gaat er ook gelijkertijd een grote menigte van volk. Ik denk dat dat volk wat hiervan gesproken wordt, meestal van de soldaten waren en heidenen, want een heleboel van de mannen, net als een Simon van Cyrene, waren op weg naar de tempel. Want die wilden bij dat morgenoffer aanwezig zijn. En dat vooral hier dan ook gesproken wordt van de vrouwen van Jeruzalem. Vrouw hoefde daar niet naartoe. De man al wat 12 jaar was en ouder, moest zeker in de tijd van Pascha opgaan naar de tempel om dat morgenoffer 9 uur en vanmiddags om 3 uur dat avondoffer mee te maken. En zo is het dat er dan een stoet achter hen aantrekt, Jezus voorop, Simon door dat kruis aan Jezus verbonden, de 2 andere kruislingen erachter eromheen, de soldaten en dan die stoet. En wat is er dan wel? Er staat er zo heel nadrukkelijk dat de vrouwen volgden hem, welke ook hem weenden en beklaagden. Het woordje wenen wat hier staat, dat is eigenlijk, dat staat, ze sloegen zich op de borst. De gewoonte van een Jood, het klagen dat men, zeg maar, as op het hoofd deed, de klederen scheurde en men zich op de borst sloeg. Een teken van rouw, van verdriet, van innerlijke pijn die men als het ware in het hart gevoelde. En zo is het ook dat deze vrouw erachteraan gingen. Ze zullen geen as op het hoofd hebben gehad. Ze zullen de klederen niet gescheurd hebben. Maar ze klaagden en weenden. En in dat woord klagen komt ook naar voren toe wat in die tijd ook de gewoonte was. Dat daar klaagvrouwen ingehuurd werden. Als iemand een belangrijke plaats ingenomen had en hij was gestorven, dan huurde je klaagvrouwen in. En hoe meer klaagvrouwen aanwezig waren, daaraan werd gezien hoe belangrijk jij niet geweest was in je leven. En ik denk dat we in de eerste plaats ook aan zulke vrouwen moeten denken. Zeker, ik denk ook aan Maria. En aan Maria Magdalena. En die vrouwen die ook meegaan zijn. Ook aan de discipelen die niet naar Jeruzalem gegaan zijn, maar achter hem aan, waarom ze het later konden zeggen, ons is het Pascha geslacht. Dus die vrouwen zullen er ook geweest zijn. Of ze zo misbaar gemaakt hebben of gebogen gingen onder het verdriet en de pijn, om straks te moeten zien wat er ging gebeuren aan hem die ze zo lief gehad hebben. Die zullen dus geweest zijn. Maar meer het deel geeft eigenlijk ook aan dat de vrouwen van Jeruzalem, en die dit alles meegemaakt hebben, ook in Jeruzalem, en mogelijk ook meegeroepen hebben met kruishem. Mens kan gemakkelijk wat roepen, hè? Maar het gevolg daarvan, dat ziet hij niet altijd van tevoren. Maar nu gaat het pijnlijk ervaren worden wat dat toch wilde zeggen, kruishem. En dan gaan ze medelijden krijgen met hem. En dan gaan ze over hem klagen. Ach, arme man. Je hebt toch zo je best gedaan in je leven. Wat ben je niet goed geweest voor andere mensen. En wat kon je toch mooi preken. En wat kon je de schriften toch mooi verklaren. En dan moest dat nou overkomen. Waarom heb je nou toch zo gehandeld? Want de schuld ligt nooit aan onze kant. Hè? Het was zijn eigen schuld. Had hij maar niet moeten zeggen dat hij Gods zoon was. Dan had de hoge priester hem ook niet hoeven te veroordelen vanwege godslastering. Hij heeft het uiteindelijk over zichzelf uitgeroepen. Jammer, zo jong nog in de kracht van je leven. En dat je dit dan moet overkomen. Gehoord is ze lamenteren, klagen, klaio staat er in het Grieks, klagen. Ach en wee roepen, medelijden met hem. En dan is het dat, dan als ze zo voorttrekken, de Heer Jezus een ogenblik stilhoudt. En hij draait zich zo om, zover dat het mogelijk is, kijkt naar achteren naar die vrouwen. En dan zegt hij, dochteren van Jeruzalem. In de eerste plaats moet u erop letten wat hij daarmee wil zeggen. Dochteren van Jeruzalem, dat waren dus niet de heidense vrouwen, geen Romeinse vrouwen die hij mede bedoelde.
Maar de dochteren van Jeruzalem, dat waren degenen die, zeg maar, in het Jodendom, het Israëlische, Litische geloof opgevoed waren. Dat waren degenen die van huis uit ook hebben meegekregen de schriften. Dus we zouden het kunnen onderscheiden, onze tijd, dat waren de kerkgangers. De kerkgangers, zeg maar, die van al de dingen weten wat de profeten gezegd hebben en wat de psalmen gezegd hebben, waar de Heer Jezus ook menigmaal naar gewezen heeft. Die zijn die van mijn getuigen, dat er een Messias zou komen. Dat er een verlosser zou komen. Dus gij dochteren van Jeruzalem, die zo menigmaal hebben gezien en gehoord van al die offers die in de tempel gebracht zijn. En dat daar gesproken is dat dat vingers waren die vooruit wezen, heen wezen naar de beloofde, naar de Messias die eenmaal het volk zou verlossen. Men heeft ook meerdere malen het wel gehoord dat men dacht dat het deze Jezus wel zou zijn. Die vraag is ook meerdere malen gesteld. Hij heeft nooit van zichzelf gezegd, ik ben het, behalve toen hij onder ede stond voor de hoge priester, toen heeft hij het gezegd. Maar voor de rest heeft hij altijd gewezen naar de schriften waarin ze onderwezen zijn, die ze mochten kennen. Dus heel nadrukkelijk wijst hij als het ware die klagende, die wenende, die lamenterende vrouwen aan. Laat ik het dan maar zo noemen van de kerk. Die daar achter hem aankomen. Gij dochteren van Jeruzalem. En dan gaat hij erop aanspreken. Weent niet over mij, maar waarom niet? Mogen geen medelijden hebben met de Heer Jezus dat wat hij heeft moeten ondergaan? Want het is toch nou wel wat geweest. Het was maar niet niets. Ja, kun je het u zeggen, en dat denken misschien de kinderen ook wel, die andere twee, dat was toch net zo erg. Dat is waar, maar weet je nog wat die moordenaar zei? Wij hebben die straf verdiend. Maar de Heer Jezus niet. De Heer Jezus heeft die straf niet verdiend. En dan is het eigenlijk veel zwaarder, maar het is nog daarbij nog veel zwaarder. En hebben ze dat dan niet begrepen? Want de Heer Jezus die geen zonde gedaan, geen zonde gekend heeft, die in zijn hele leven telkens het aangezicht van God heeft mogen zoeken, en waar hij elke keer weer heeft mogen bidden, Vader, 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 daar is het dat Vader hem nou niet meer kan aanzien. Waarom niet? Omdat hij onder het kruis loopt. En straks aan het kruis hangt een gevloekte. Een gevloekte. Hebben ze daarom meelijden? Want dat wil zeggen dat het niet alleen een tijdelijk, maar een eeuwig oordeel zou kunnen zijn voor vloekten, iegelijk, die aan het kruis hangt. En er zal best wel wat moeten gebeuren, maar anders is het een eeuwig oordeel. En daarom is het dat ze toch zo medelijden met hebben met zo'n man die het niet verdiend had. Maar ja, heeft zoals we al zeiden het over zichzelf afgeroepen. En daarom wenen ze en klagen ze over hem. Maar waarom zegt hier Jezus dan dat niet over hem geweend moet worden? Wel, lieve mensen, hier Jezus zoekt geen medelijden van mensen. Hij heeft geen medelijden van mensen nodig. En zeker niet als die mens niet begrijpt dat hij die weg gaat niet voor zichzelf, maar omwille van de mens, dochter van Jeruzalem, kerkmensen zouden we zeggen. Ze zijn erbij opgevoed, ze zijn erin onderwezen. Hebben ze het dan niet begrepen? Hebben ze dan niet begrepen dat wat hier moet gebeuren? Want als ze dat zouden begrijpen, dan zou er, en ik hoop dat u me verstaat, en dan zou er geen wijnen zijn, maar dan zou er eigenlijk een heilig lachen moeten zijn. Het is toch? Ze wisten toch, toen hij geboren had, hadden we moeten wenen. Normaal bij een wieg, dan hebben we vreugde, als alles goed mag zijn. Bij de wieg van de Heer Jezus hadden we moeten huilen dat hij nou moest komen. Zo God
Immanuel, God met ons, dat hij moest komen om ons zalig te kunnen maken. Dat is ingrijpend. Dat had ons wel, als het ware, het hart mogen doorboren. Dat had ons wel mogen vervullen met verdriet. Dat dat moest gebeuren. Maar wat hier gaat gebeuren, daar mag vreugde zijn. Daar moet eigenlijk niet gehuild worden, maar daar mag de vreugde zijn. Want hij gaat verlossing aanbrengen, hij gaat verzoening aanbrengen. Hij gaat de deur die gesloten was. Dat weten we toch, kinderen ook. Het hek van het paradijs ging dicht. Hè. En bij de tempel kon je dat zo goed zien. Twee deuren tussen de mens en tussen God. Voorhof en dan de deur naar het heilige. En van het heilige de deur naar het heilige der heilige. Twee deuren tussen God en ons zat de pot dicht. In het heilige mocht dan nog wel een priester komen twee keer op een dag. En één keer per in het jaar mocht er nog wel een hoge priester komen in het heilige der heiligen. Maar wij mochten daar niet komen, konden er niet komen. Want we zouden verteerd worden voordat we de deur zouden openen, het gordijn, zoals er ook voor hing, zouden kunnen wegschuiven. Deuren zaten dicht. En nou is hij op weg om die deur te openen. Omdat er een vrije toegang zal zijn tot God. Dus dat mag toch vreugde geven. Zeker, het is aangrijpend dat het moest gebeuren vanwege mijn zonde, vanwege jullie zonde. Hebben we dat al ervaren? Want dan is het met dat gedicht dat het zegt, het zijn niet de Joden, Heer Jezus. Maar dan ben ik het. Hebt u het al beleefd? Dat hij die gang gegaan is om u het wil, om jou, om mij. Omdat er een gesloten deur geopend zal worden en niet gesloten zal hoeven te blijven. Als bij de dwaze maagden. Maar dat hij die deur nou wilde openen. Hebben de dochteren van Jeruzalem niet begrepen? Ach, we moeten zelf zeggen, gemeente, dat zelfs de kerk, de ware kerk, en dan bedoel ik dan de discipelen en Maria, Maria Magdalena, noemt u maar op mee, het op dat moment ook nog niet eens begrepen hebben, overmand door het verdriet, zijn ze de woorden die hij gesproken heeft, zijn ze al vergeten, want de omstandigheden kunnen ons zo neerdrukken. Door de omstandigheden kunnen we zo dat zicht kwijt zijn op de Heer. Dan voelen we die omstandigheden, voelen we die pijn of wat er ook mag zijn in het leven. En dat is ook bij hen te vinden, waarom naderhand de engel moest zeggen, bent u dan vergeten wat hij gezegd heeft? U bent er toch ook in onderwezen, bent u dat vergeten? Ja, maar je ziet het toch wat er gaat gebeuren. En straks zien ze dat hij de geest geeft en zien ze toch dat hij begraven wordt. Dat is aangrijpend. Ook daarvan zouden we moeten zeggen dat ze niet hadden moeten wenen. Maar ach, wie zal ze hart vallen? Wordt het bij ons dan ook menigmaal niet gevonden als we mogen weten hem te kennen? Hebt u hem dan altijd? Staat u altijd op de top van het geloof? Ik geloof er niet zo erg in die mensen die het geloof overal vandaan kunnen toveren. En altijd blij zijn. De psalmen leren mij meer dat de Heer zijn kinderen in de diepte houdt dan op de hoogte. Want anders zouden ze hier wel kunnen blijven en willen blijven. Dan zou het hier wel goed zijn. Maar hij doet ze ervaren dat ze hem steeds meer nodig hebben. Maar ook dat er een andere toekomst is, een eeuwige toekomst is. En daarom zegt hij, gij dochter van Jeruzalem, weet niet over mij, ik heb geen medelijden nodig. Ik ben ook geen martelaar. Dat wordt ook wel gedacht. De Heer Jezus, dat is een soort martelaar geweest. Er zijn er ook wel die zeggen, Jezus was de eerste martelaar. Dat is de leugen van de duivel hoor. De duivel wil hem ook nog wel tot een martelaar maken, maar een martelaar brengt geen verzoening aan. Een martelaar ondergaat de dingen, overkomt de dingen. Kan hij geen verandering aanbrengen. Dat is een martelaar. Zeiden straks al, de Heer Jezus, is het niet overkomen
Hij heeft al die tijd met eerbied gezegd, zelf de touwtjes in handen gehad. Dat heeft hij al getoond in de hof van Gethsemane. En toen hij vroeg, wie zoekt gij? Wij zoeken Jezus de Nazarener. En hij zegt, ik ben het. Toen vielen de soldaten achterover. Daarin heeft hij al getoond dat hij de macht heeft om uit te gaan. Dat hij daar geen discipel voor nodig had. Maar dat hij vrij uit kon gaan. En dat ze hem niet eens konden grijpen als hij het niet zou toelaten. Dat ze hem niet konden binden als hij het niet zou toelaten. Dat Pontius Pilatus hem niet zou kunnen veroordelen. Als niet zoals hij het zelf gezegd heeft, God het hem niet had toegelaten. Proeft u, een martelaar moet dat wel, hij niet. Maar hij gaat bewust vrijwillig, gaat hij deze weg. En daarom zegt hij, ik heb geen medelijden van nodig, maar dat u me weg zult verstaan. En dat u zult weten waarom en waartoe ik deze weg ga. Gij dochteren van Jeruzalem, omdat u mij nodig zal krijgen, niet als een martelaar. Maar dat je me nodig zal krijgen als die zaligmaker, als die Messias waarvan gesproken is en waar de tempeldienst voortdurend op gewezen heeft. Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij. Moet u ook niet doen. U mag wel wenen over uw zonde, waar u mee pijn doet. Maar niet over hem dat hij deze weg voor u wilde gaan. Dat zou juist vreugde moeten geven, al blijdschap smaakt mijn ziel. Als ik aan dat kruis houd, nederkniel om te verstaan. Ik voor u. Dat je de eeuwige dood verdiend hebt. Dus gemeente, dat is het eerste. De prediking die hij hier houdt nog tot de dochter van Jezus. We zeiden ook, het was ook zijn laatste prediking. Nee, want die jongens en meisjes zullen wat denken. De Heer Jezus heeft meer gezegd, hè. De Heer Jezus heeft op een gegeven moment nog gesproken van, vrouw, zie uw zoon. En de Heer Jezus heeft gesproken tot de moordenaar. En de Heer Jezus heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En de Heer Jezus heeft gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus de Heer Jezus heeft veel meer woorden naar die tijd gesproken. Dat klopt. Maar het is de laatste prediking die hij hier houdt. Ik zou kunnen zeggen tot het openbaar, tot het publiek. Dat ze het zouden mogen horen, want na die tijd aan het kruis houdt. Dan bidt hij tot de Vader voor degene die hem dit hebben aangedaan. Hij spreekt tot zijn moeder. Hij bidt tot God, tot zijn Vader. Hij spreekt tot de moordenaar, maar hij spreekt niet meer tot het publiek. Zijn laatste prediking naar het kruis heeft hij hier gehouden. En zijn eerste prediking hierna, lieve mensen, zal straks klinken. Weet u wanneer? Op de jongste dag. Dan zal die ook weer publiekelijk spreken. En wat zal het dan zijn? Als hij zal komen als die rechter. En publiekelijk het vonnis zal vellen, de linker of de rechterzijde, ziet u? Dus de laatste prediking is eigenlijk een hele indringende prediking. En dat hij daarom nog in die laatste prediking door, weet niet over mij, want ik ben uw verlosser. Ik ben uw zaligmaker, Messias. Hebt u dat dan niet verstaan? Hebt u dat dan niet begrepen? En als u dat niet begrepen hebt, weent dan maar over uzelf. Dus proeft u. Het is hier een hele indringende prediking. Die paar woorden die jij nog publiekelijk spreekt tot die vrouwen. Maar dat mogen ook die soldaten, dat mogen ook die heidenen, allen die er zijn, nog aanhoren. Want dat wat hij hierna zegt, dat geldt niet alleen voor de vrouwen van Jeruzalem, maar dat zal allen gelden. Die zijn laatste prediking hier zullen horen. Dus weent niet over mij,
Maar laat het de vreugde mogen zijn dat hij dat voor mij wilde doen, dat hij die weg wilde gaan. En dat jij in die weg de prijs wilde betalen, de toren wilde dragen. En dat hij daarmee een volkomen verzoening heeft aangebracht. U weet het, hij heeft twee dingen moeten doen toen hij op aarde kwam. Het eerste wat hij heeft moeten doen was wat wij hadden moeten doen, de wet houden. Dat is het eerste, want als hij dat niet gedaan had, gemeente, had hij ook geen zaligmaker kunnen zijn. Maar hij moest een mensenkind zijn zonder zonde, maar die ook volkomen zou houden wat God aan de eerste adem, wat God aan ons mensen gevraagd heeft, om zijn instellingen, zijn wetten en geboden te houden. Dat moest Jezus doen, dat heeft hij ook gedaan, dat leest u in het hoge priesterlijk bed. Vader, ik heb volleindigd, staat eigenlijk ook, ik heb volbracht, ik heb volleindigd, ik heb volbracht. Wat ge me gegeven hebt te doen, en toen had de Heer Jezus wel ten hemel kunnen varen. Hoeveel zouden er toen in de hemel gezeten hebben als hij dat gedaan had? Hij heeft niet gedaan, hoor, gelukkig niet. Hoeveel zouden er gezeten hebben, jongens, meisjes, hoeveel zouden er nou in de hemel gezeten als de Heer Jezus toen gezegd, Vader, ik heb volleindigd, ik heb volbracht het werk dat gij mij gegeven te doen. Vader, ik kom tot u. Ik ga niet naar Gethsemane. En ik laat me door Pontius Pilatus niet veroordelen. Ik laat me niet aan dat vloekhout nagelen. Hoeveel zouden het in de hemel zijn? Heen nog zeg je, is ten hemel gevaren, Elia is ten hemel gevaren, Mozes, Amram, nee, nee. Er zou er maar één geweest zijn, de Heer Jezus alleen. En dat wilde hij niet. Hij wilde dat Elia en Henoch en Abraham en Mozes er zouden blijven en dat wij er zouden kunnen komen. En daarom is hij verder gegaan, waarom? Om ook de toren, om de straf te dragen die wij moesten dragen. En daarom gaat hij verder. En daarom zegt hij, nou moet je niet wenen dat ik dat wil doen, want ik wil dat nou doen omdat je nou zalig kunt worden. En als je dat nou niet doet, en als je mij nou niet nodig hebt, en als je nou straks weer terugkeert naar Jeruzalem, en als je nou weer je eigen offers gaat brengen, en als je daarin verder gaat, wat dan? Dat is de tweede gedachte. Dan zegt hij, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Lieve mensen, dan zouden we moeten huilen. En dan vanuit het hart vandaan moeten huilen, vreselijk. Als we zonder hem verder gaan. Misschien wel heel rechtzinnig, misschien wel heel vroom, misschien wel heel godsdienstig. Misschien wel, ik weet niet hoeveel goede werken doende enzovoort. En dan zonder hem. Dan zal hij straks zeggen, u hebt een glas water gebracht, u hebt mijn naam geprofeteerd, u bent in de gevangenis geweest. U bent, ja, dat heb ik allemaal gedaan, heren, maar ik ken u niet. Dat zal hij dan zeggen, dat is wat. En daarom zegt hij tegen die vrouwen van Jeruzalem, als je nou nog in die godsdienst verder gaat en je gaat dan weer tot wat God straks scheurt, wat God straks afbreekt. Als je dat weer opbouwt, je godsdienstige, oude godsdienstige leventje met die schaduwachtige diensten, met al die eigen offeranders. Weent dan over uzelf, maar ook uw kinderen, als het daarin niet leeft. Want dat zal wat zijn. Want het gaat naar een einde toe voor Jeruzalem. Zeker, God had de belofte, in die tijd leven ook, dat ook Israël zou zo worden, dat ze terug zouden keren en daar in Jeruzalem. En 48 is het gebeurd en God is nog met dat volk bezig en er mogen nou vele jongeren zijn die hem gaan beleiden als de Christus. U ziet dat God zijn woord waar maakt, hè. Dan kan het wel eens eeuwen duren. We denken ook, ja, die wederkomst nou duurt al zo lang. Ja, maar het komt, hoor, het komt. En dat zien we ook aan Israël, dat hij zijn woord waar maakt.
Maar hiervoor zegt hij het al, dat het wat zal zijn als we over hem gehuild hebben, omdat hij een martelaar was, niet verstaan hebben, dat hij mijn zaligmaker was. Dan zal er een tijd komen dat we moeten wenen over onszelf. Dat we moeten wenen over onszelf. Vrouw van Jeruzalem, niet over mij, trouwens, ze mocht het niet eens, even tussendoor. De Talmud zegt dat als het Sanhedrin iemand de dood veroordeeld heeft, dan mag er niemand meer een traan laten, want dan zegt hij eigenlijk, Sanhedrin, u hebt het verkeerd gedaan. Eigenlijk mochten ze niet eens hier wenen, maar dat is dus de zijde. Maar dan zegt hij het uiteindelijk, als je dat nou niet verstaat en u gaat verder op die oude voet, en wij gaan verder op onze oude voet, zoals we geboren zijn, dan zal dat straks eindigen in een eeuwig wenen. Dan worden er geen tranen van de ogen gewist. Of zoals in Openbaring, dat de buisjes, traanbuisjes als het ware, eruit gehaald. Omdat er dan geen traan gelaten mag worden. Daar waar hij aanschouwd mag worden in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, aanschouwd mag worden als de bruidegom. Maar er is nog wat Jezus hier hen voorhoudt. En dat is iets wat in die dagen gebeurd is. Het is, wijst ook wel heen naar de jongste dag. Dat laat ik voorkomen staan, want het zijn dezelfde woorden die u eigenlijk kunt terugvinden in Openbaring. En Openbaring wijst dan heen naar de jongste dag. Maar hier is het nog wat aangrijpende wat de Heer Jezus ook gaat voorspellen. En wat ze dan ook niet verstaan, dat de tempeldienst een schaduwachtige dienst was. En dat een schaduwachtige dienst opgeheven wordt zodra de vervulling heeft plaatsgevonden. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt, dan zal het eenmaal ook gebeuren dat u moet zien. En als u mij niet hebt leren kennen als diegene die de beloften Gods vervuld heeft, de schaduwachtige dienst opgeheven heeft, die de deur ontsloten heeft, en dan zal er een vreselijk wenen zijn. En waar wijst dan de Heer Jezus onder andere op? Wel, gemeente, en dat weten de kinderen ook, toen hij zei het is volbracht, toen ging die deur open, en dat scheuren van dat voorhangsel. En wat deed de godsdienst? Die namen draad en naald en die naaide het weer in elkaar. Dat is godsdienstige leven. Die naai je alles aan elkaar. Al hun godsdienst wordt weer bij elkaar geraapt. En ze gaan weer met al hun godsdienstige leventje verder. Dat oude leventje waarin ze zo druk bezig geweest zijn, gaan ze door. Maar de Heer Jezus zegt hier, als dat zo is, God zal het opheffen. Hij heeft het hier al getoond, er hoeft geen lam meer gebracht te worden. En het is niet dat alleen het volk buiten moet staan, maar er is een vrije toegang straks tot de troon der genade. Maar als dat er niet zal zijn, dan zal er een moment komen dat ze zullen zeggen, zalig degene die geen kinderen hebben gehad. Want dan zal de pijn en de smart gezien moeten worden met wat hun kinderen, met wat ook hen zelf aangedaan zal worden. Dan zal er zelfs een moment komen, dat staat ook in Openbaring voor de jongste dag, dat er dan een bede zal zijn, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want het is niet om aan te zien. Dan is de nood zo groot en er is er geen verandering mogelijk. Dan staat er in de Openbaring, men zal de dood willen zoeken en niet kunnen vinden. En wanneer zal dat dan zijn? Wel, dat zal dan zijn als 40 jaar hierna God heel de godsdienstige tempeldienst opgeheffen door hem te verwoesten. En dat daar zal gebeuren wat letterlijk zal gebeuren wat gezegd is, laat zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En dat ze daarvan, die gerichtsplaats van Pontius Pilatus, dat ze gedood zullen worden. Dat letterlijk het bloed van vrouwen, mannen en kinderen door de straten van Jeruzalem zal stromen. En dat de tempeldienst verwoest zal worden. Dat de ark eruit gehaald zal worden. Of eigenlijk moet ik niet zeggen, dat was al gebeurd. De steen eruit gehaald, zo worden we op Christus ziet. Maar dat die heilige der heiligen ontheiligd zal worden. En dat blijkt dat God niet toornt
omdat het heilige der heiligen geen schaduwachtige dienst meer is. En dat daar niet meer binnengegaan hoeft te worden om dat bloed te sprenkelen zoals in die eerste tempel op het verzoendeksel. En nou op die steen die daar ligt, ziend op Christus, de steen des aanstoots en der ergernis of de steen der opstanding. En daarom zegt de Heer Jezus, dan zullen die dagen komen, dan zult u wenen. Maar dan zal dat wenen te laat zijn. Dan zal het zijn als u valt onder het zwaard van de Romeinen. Als u gedood zult worden hier op aarde. Maar dan zal het ook een eeuwige tweede dood zijn. Als het oordeel over u moet uitspreken, ga weg van mij. Hier gehuild in de straten van Jeruzalem naar Golgotha toe, over mij. Maar dan zult u moeten wenen, eeuwig moeten wenen over uzelf. Want dan hebt u het ook over uzelf uitgeroepen. U hebt niet naar mijn woord willen luisteren. U hebt me niet als een zaligmaker nodig gekregen. U hebt me niet willen volgen om op mij te zien, het van mij te verwachten. Dochteren van Jeruzalem, kerk, u hebt dat niet willen doen. En dan zal het te laat zijn en daarom weent niet over mij, maar weent dan over uzelf en uw kinderen. Want dan zal het verschrikkelijk zijn, jazeker. De kruisiging was erg, dat is waar. Maar als ze dit nou aan dat groene hout doen, als ze dat doen, aan de zonen Gods, wat zal het dan niet zijn aan die onbekeerde, aan degene die niet verloren gaan, maar al verloren lagen. Wat zal het dan niet zijn aan dat dorre hout wat voltrokken zou worden. Dan zal dat vele malen, ja dan zal dat eeuwig erger zijn. En dat is gemeente, die laatste prediking die de laat horen, die indringende. Maar die laat horen, nee niet, ik ben geen martelaar, ik ga om uwentwil. Maar doe dat dan verstaan, want anders zullen er straks dat vreselijke wenen zijn. Over uzelf en over uw kinderen. En wie zal dan de tranen van uw ogen afwissen? Dan zal dat er niet zijn, dan zal er geen vertroosting zijn. En niet in de tijd. En niet in de eeuwigheid. Maar dan zal het een eeuwig bewenen zijn, een eeuwige tranen zijn. Vanwege uw ongeloof, vanwege uw onbekeerdheid, vanwege uw zonde. Want dan zult u zelf die straf moeten dragen die ik nu voor u wil dragen. O gemeente, zo heeft u nog zo indringend dat woord laten horen, wat u ook vanmorgen ons laat horen. Heb u medelijden met hem, houd dan toch maar op. Hij vraagt het niet van u. Maar heb u als medelijden gekregen met uzelf, een verloren mensenkind? We hebben het al eens eerlijk gezegd, u gaat niet verloren. U gaat niet verloren, daarom hoef je je best niet te doen om er wat van te maken hoor. Maar je gaat niet verloren, je ligt verloren. Papa en mama, dat hebben van jullie ook gezegd. Toen jullie gedoopt werden, hebben ze gezegd, ja mijn kind ligt verloren, dat is wat, lieve kinderen. Daarom hebben we allemaal een nieuw hartje nodig. Juist ook in je jonge leven. En daarom wilde de Heer Jezus nou die weg gaan. Om nou voor mensen die verloren liggen te behouden. Omdat ze straks, nee, niet hoeven te wenen over hem. Maar dat ze moeten zeggen, ach Heere, dat u dat voor mij wil doen, zegt hij. En ik zal de tranen van uw ogen wissen. Want er hoeft er niet meer geweend te worden, want dan mag u hem zien in vreugde. En dan mag u hem zien in zijn zaligmakende werk. Dan mag u hem zien als die bruidegom, dan mag u hem zien als die liefste, die nou vrijwillig voor u, voor jou en mij die weg wilde gaan. En daarom die laatste prediking die toen geklonken heeft. En die zal blijven klinken, deze woorden, tot op de jongste dag. Opdat het daardoor zal zijn dat hij niet moet zeggen, wee nou eeuwig over uzelf. Maar dat hij zal zeggen, kom in. Opdat we hem daan hebben leren kennen in dit leven. Wat een vreugde geeft dat, hè. Pasen, wat een vreugde geeft dat. Hij heeft de deur geopend. Ook het graf. Ja, ik weet, het is aangrijpend.
Als je bij het graf van een geliefde staat, dan gaat er heel wat door je heen. En als je dan die werkelijkheid ziet, dat straks dat graf gesloten wordt. En dan zegt de wereld, dat is het einde, arme wereld. Ze hebben daarom geen hoop en verwachting. Daarom moet je hier in het leven er wat van maken, arme mens. Maar als ik hem mag kennen, dan mag het toch bij dat graf troost zijn. Want dat graf is een doorgang. Dat kan ik hier vandaan direct niet zien. Maar als ik hem mag kennen, dan mag ik het ondervinden, beleven. Een doorgang tot in dat eeuwige leven. En dan geloof ik ook wat er staat, dat hij straks zal kloppen, zoals Luther zegt, op mijn kist. Maarten Luther, kom uit. Dan zal ik mogen opstaan om eeuwig met hem in die heerlijkheid te delen. Dat is toekomst. Er kan geen traan meer gevloeid worden. Er past ook geen traan meer bij. Dan zijn ze hier nog wel eens geweest over mijn schuld en mijn zonde. En dat ik hem zoveel verdriet gedaan heb. Maar dan zal dat er eeuwig niet meer zijn. En dat is wat hij eigenlijk voorhoudt. O dochteren van Jeruzalem, o kerk, hoor toch mijn woord en volg mij nu. Wis de tranen van je ogen en zie op mij alleen en verwacht het voor mij alleen. Want ik zal toekomst, een eeuwige toekomst bereiden, niet voor mezelf, maar die uitdelen aan hen die het van mij alleen zijn gaan verwachten. En al hun hoop en vertrouwen op mij hebben gesteld. Hoe is nou in je leven? Hoe zit u vanmorgen hier? Hoe luistert u thuis vanmorgen mee? Mag u nou luisteren als een mensenkind die de schuld kent, de zonde kent en verstaat. En voelt, ik kan het nooit goed maken. Hier ligt de troost. Hij gaat voor u uit naar Golgotha. En hij heeft betaald. Of probeert nog zelf, houd toch op. Het zal nooit wat worden dan een eeuwig verlies. Zie op hem alleen, die tot de dochteren van Jeruzalem heeft gesproken, die tot de moordenaar straks spreekt. Opdat allen mochten horen die daar stonden. Het is volbracht. Amen.